Ik was depressief en werd geteisterd door heftige paniekaanvallen. Hoi. Hallo. Ik zou je graag een verhaal willen vertellen en willen vragen of je daar je ogen zou bij willen sluiten. Oké. Als ik mijn ogen sluit, denk ik aan Wim. Zonder Wim zou mijn leven er nu heel anders uit hebben gezien. Door Wim heb ik letterlijk en figuurlijk weer meer lucht gekregen. Het lijkt allemaal zo simpel wat Wim voor mij betekent. Maar dankzij hem kom ik weer onder de mensen en is mijn vrouw Diana weer aan het werk. En ik heb veel meer structuur in mijn leven. Dat was wel wat anders voordat Wim in ons leven kwam. Ik was depressief en werd geteisterd door heftige paniekaanvallen. Na verschillende missies als militair had ik een zwaar posttraumatisch stresssyndroom ontwikkeld. Als klap op de vuurpijl kreeg ik ook nog te maken met epilepsie. Maar sinds een paar jaar is Wim er voor mij, voor als het even te spannend wordt. Als ik het journaal kijk, komt hij met een speeltje naar me toe om me af te leiden. Als ik in de supermarkt in de nauw kom, in de rij bij de kassa, zorgt Wim voor ruimte om me heen. Als zogenaamde signaleringshond is Wim zelfs in staat om een naderende epilepsieaanval bij mij te voelen aankomen. Dan springt hij tegen me op. Dat is voor mij een signaal om rustig te gaan liggen. Het is echt zo bijzonder hoe Wim spanning aanvoelt. En dit is Wim. Mooi. Mooi verhaal. Ik weet dat honden absoluut een bijzondere positie kunnen hebben in mensenleven. Dat is absoluut zo. Mooi dat het bij jou zo werkt. Ja, ik ben er ook super dankbaar. Ja. Ja. Maar het is natuurlijk heel erg naar dat het nodig is. Ja. Dat je dit opgelopen hebt, zou ik maar zeggen. Had ik zelf ook niet verwacht hoor. Nee, ik stond, was jong en ik dacht van nou, leuk avontuur. Dit doen we even. Maar ja. En achteraf bleek toch meer overgehouden te hebben van mijn uitzendingen. Ja. Ja, bijzonder verhaal. Zo.